weeks later, like a surplus reprieve, I found a hair the length of yours on my sleeve. Hi, this is Johnny and Gary from Snow Patrol, and you're watching Stew TV. So it turns to purple and a well, for like the first 10 years of the band, since 94, right, I left university in 98, but since from 94 to 2004, we didn't have a hit. Do you know what I mean? So we were basically living like students for those 10 years. I mean, we were still living in kind of rented accommodation and still eating pasta and pesto and things like that, that same sort of diet. So it's like nothing really changed for quite a long time, you know, and it's only recently that, you know, we've been able to sort of get our own places and have a bit more independence, but we were struggling for quite a while. You know, music changes all the time, but the reason why we do it has never changed, you know, we do it because we love it and we just have so much passion for it and don't want to do anything else, and that's what drove us in the years that we didn't have any hits and we didn't make any money, but, you know, and that's what still drives us now. I said I knew the beat because it matched your own beats. One of the best audiences that we had this year was Pink Pop, and the crowd were just incredible for it. It was kind of overwhelmed by that, and you know, when we play at home, we're used to the crowd being, you know, home crowd are amazing and sing along, but we kind of thought that we were built too high to be headlining, and you know, it was totally gobsmacked. It's the only thing I can remember. A break you don't. I was always set to self-destruct. The best musician in the world, like so many. As far as, it would need to be, like, you know, as far as guitar player, as far as invention with guitar goes, you know, I'd probably Neil Young, you know what I mean? Just in terms of, like, sheer sort of changing the country guitar into something, you know, like almost from rock music sometimes, you know? Brian Wilson for being a sort of genius composer, you know, being, you know, really, really original. I've got the answer. Stevie Wonder. He played every instrument on his albums, mm-hmm. including the drums. That's a pretty good musician. Ik heb wijsbegeerte en letteren gestudeerd. Dat heet bij ons Germaanse filologie, waarbij je alles wat met het Nederlands te maken heeft en dan ook Duits en Engels studeert. En ik heb aanvullend theaterwetenschappen en semiotiek van de film gestudeerd. Ik vond die opleiding leuk. Ik had wel een klein probleempje, namelijk bij theaterwetenschappen. Je bestudeert alles, de meest interessante dingen. Bij semiotiek van de film ook, je bestudeert alles, maar je mag het zelf niet doen. En dat frustreert me. Ze drukken op start en elk feestje op lachen. Wij woonden vrij dicht bij Antwerpen, dus het had. Ik had geen echte legale reden om op kot te gaan, zeggen ze bij ons, dus op kamers of. En ik deed wel mee aan het studentenleven. Ik speelde toen natuurlijk in allerlei studentenbandjes. Hè. Vooral waren top 40 bands, hè, waar ik drummer was, soms ook gitarist. Ik herinner me ook dat zelfs gebeurde tijdens de examens. Dus niet alleen in de blokperiode, in de studeerperiode, maar ook tijdens de examens. Dat werd wel eens raar bekeken. Ik heb ooit wel eens
vijf uur gespeeld met bepaalde professoren. Dan moet jij morgen geen examen bij mij komen doen? Ja, maar dan zal ik wel een pak aan hebben. Dus daar durfde ik mij wel eens mee te gaan. Onze muziek is Nederlandstalige, om niet te zeggen Vlaamstalige muziek. Geen kleinkunst, want ze heeft altijd een groove. Dus het is meer folky en erger nog, het heeft altijd invloeden uit de wereldmuziek. Uit de Latijns-Amerikaanse, de Arabische, de blues. Het is altijd roots gebonden.